Het is natuurlijk een hele hectische wereld, de IT-wereld. Dat verandert bijna met de dag. Ja. En ja, deze samenwerking zorgt ervoor dat de klant ontzorgd wordt en geholpen wordt. Dit Colf-event is inmiddels de vierde keer in rij dat we dat organiseren. En het is altijd een fantastische gelegenheid om onze belangrijke klanten bij elkaar te hebben. En samen een fantastische dag op de golfbaan door te brengen. Ik denk dat dit evenement afstraalt wat onze samenwerking met Dell is. Die is heel innig, die is heel diep en daardoor heel sterk. En ik denk dat het veel toegevoegde waarde voor de klant geeft. En ik denk dat dit een uiting daarvan is. Wij hebben support nodig van bedrijven als Dell en IT Creations om ons te helpen om infrastructuur te beheren, op te bouwen en te vernieuwen. De kracht van de samenwerking is dat 1 en 1 samen 3 is. We zijn eigenlijk allemaal teams die met elkaar de baan ingaan. En die teams moeten samenwerken om te winnen. We hebben een heel leuk extraatje en dat is Beat the Pro. Nou ja, goed, je weet inmiddels dat het ook echt gelukt is. Hè? Iemand heeft een hole-in-one geslagen bij de Pro. Nou, wat is er mooier om dat te doen? Met Ralf was leuk. Ik had net geen fles wijn. Tijdens de lunch en tijdens het diner hebben we ruim tijd om over business te praten. Ja, correct. Dingen doen, maar ook met technieken. We bekijken de Sphinx door middel van een videoopname. Het filmpje gaat niet al te veel goeds vertonen, denk ik. Maar het was wel fantastisch dat het georganiseerd was, moet ik zeggen. De catering, ja, die was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Samenwerking werkt natuurlijk het beste als je elkaar aanvult. En ik moet zeggen, wij werken ook heel veel samen met Dell. En dat is ook een fantastische aanvulling. En datzelfde zie je tussen Dell en IT Creation. Dus volgens mij een goed huwelijk. De klanten moeten naar dit evenement toekomen omdat het een fantastische gelegenheid is om op een van de mooiste banen van Nederland te spelen. Maar bovendien ook om met andere bedrijven te praten over de digitale transformatie.